Van harte welkom, een nieuwe aflevering van het Koetshuis met twee gasten van GroenLinks hier uit Tiel, Eunal Seuze en Maureen Klein. Maureen, om met jou te beginnen, je bent vers in de Tielse politiek en je hebt meteen een best wel een aardige idee gelanceerd en dat heet de dwarszitter. Klopt. Wat houdt dat in? Het is een bankje wat je aan kan schuiven bij een gemeentebankje. Of je kunt hem ook aan elkaar laten zitten. En daar kunnen inwoners op gaan zitten en politici. En die gaan met elkaar in gesprek over wat zit je dwars. En dat leek me een heel mooi idee voor Tiel. Ja, dat bankje dat zien we hier achter ons, hè, in het decor als het ware. Leuk initiatief natuurlijk, maar de uitvoering, hoe ga je dat doen? Nou, wij gaan deze week ermee de straat op. En dus dan gaan we met mensen spreken en dan zullen we daar ook een verslagje van doen. En we hopen dat ook andere politici dat gaan doen. Het mag ook voor instellingen gebruikt worden. Mensen kunnen ook zelf naar ons schrijven. Wij willen de dwarszitter gebruiken. Mag ik hem even van je lenen? En ik hoop dat jij er ook iets mee wil doen in je programma. Inderdaad, een leuk idee. En daar gaan we ook zeker nog een gevolg aan geven. Wat hoop je hiermee te bereiken? Ik hoop ermee te bereiken dat mensen vertellen wat hun dwars zit. En dat er een onbevooroordeeld gesprek ontstaat. Dus zonder meteen een mening, zonder meteen een oplossing, zonder meteen een politieke kleur. Mensen mogen gewoon vertellen wat zit je dwars. Waar maak je je eigenlijk zorgen om? En wat is jouw eigen wens voor Tiel? Wat zou je zelf kunnen doen? En GroenLinks wil dat een podium geven. Ja, ja. Eunal, vers bloed, Maureen, leuk idee. Staat dat symbool voor GroenLinks Tiel 2.0? Nou, het is eigenlijk... wij hebben voor de verkiezing ook gezegd van, nou, hoe kunnen we zoveel mogelijk de inwoners van Tiel betrekken. Dat ze zoveel mogelijk ook dicht bij de gemeenteraad kunnen komen. En dit is een middel. Een dwarszitter is een middel om de wensen, je klachten en wat je dwars zit aan de politiek kenbaar te maken. Maar het kan ook andersom zijn. Het is niet alleen maar dat de politici naar de stad gaat of naar de mensen gaat met de bank. Maar ook de inwoners van Tiel mogen het bank inzetten om met een politici of met iemand te praten. Het gaat erom van, hoe kunnen we zoveel mogelijk de inwoners horen? Nou, nobel idee natuurlijk. Is dat al ergens anders toegepast? Ja, ja. Op heel veel plekken. Ik geloof een stuk of 30 steden in Nederland. Mm-hmm. Ja, in Amsterdam, in allerlei steden. Ook door andere partijen, moet ik ook even bijzeggen. Dus niet per se door GroenLinks, gewoon door andere partijen. Dan heb je vast wel bekeken van hoe is het daar zeg maar, eraan toegegaan? Hoe heeft het zich dat ontwikkeld? Het wordt gewoon ingezet. En als mensen er vertrouwd mee raken, dan is het eigenlijk een heel fijn middel om dat bankje gewoon even onder je arm te nemen en om met mensen in gesprek te komen. Dus het hoeft allemaal niet zo moeilijk. Dat zie ik, ja, de berichten die ik langs zie komen. Die mogelijkheden zijn er natuurlijk al wel, hè? Alleen dit is een ludieke, laagdrempelige manier. Kijk, ik bedoel, als mensen nu een probleem hebben, kunnen ze dat ook melden aan de desbetreffende fracties. En daarmee aan de slag, dat er vervolgens mee aan de slag gegaan wordt. Natuurlijk, wij zijn als raad natuurlijk altijd bezig om de mensen aan te horen. Tijdens de raadsvergaderingen of commissievergaderingen hebben we de mogelijkheid tot inspreekrecht. De mensen kunnen komen inspreken, maar toch is een drempel dat de mensen naar de gemeente of naar de raad komen een hoge. En nu ga je het andersom. Nu ja, ga je dat is dus naar de meerwaarde toe. van dit initiatief. Dus je gaat naar de mensen toe. Ja. Ja. Oké, en wat gaan jullie nog meer uithalen voor ludieke grappen? Want daar ben ik dan wel benieuwd naar. Nou, er komt theater, hè, in de raadzaal. Theater in de raadzaal, maar dat is er toch al jaren? Dat is er al jaren, maar er komt nu in de context van een theaterstuk... Komt er een groep spelen in de raadzaal voor de hele gemeenteraad en voor inwoners. En daarna is er een gesprek tussen politici en inwoners. En dat stuk gaat ook over politiek. En wanneer gaat dat plaatsvinden? Voorjaar 2019. Oké. En wat moeten we ons daarbij voorstellen? Wordt er dan gegoocheld? Het zijn drie monologen over iemand die de politiek ingaat. Over een politica die aftreedt en die terugkijkt op haar tijd in de politiek. En over de actrice die eigenlijk haar gedachten over de politiek ventileert. Oké, leuk initiatief. Volgend jaar dus. En daar kan iedereen bij zijn? Daar kan iedereen bij zijn, ja. Ja. Hoe is dat ontvangen door andere politieke partijen? Nou, we hebben een rondje gemaakt langs alle politieke partijen. En het merendeel was heel erg positief. Het is eigenlijk net zoiets als de dwarszitter. Het is ook partijoverstijgend voor iedereen een manier om met elkaar in gesprek te gaan. Eunal, je bent al jarenlang actief in de politiek. Een tijdje ertussenuit geweest, zoals veel mensen wel weten. Nu weer ster aan het firmament, zullen we maar zeggen. Hoe bevalt het je tot nu toe? Ik had verwacht dat de
politiek anders zou geweest zijn. Ook lokale politiek, maar niets is waar. Het is nog steeds het oude systeem, het oude denkwijze, het partijdenken. Dat vind ik toch wel jammer. En het is vooral met het theater, ook met zo'n dwarszitter, is er toch ook wel andere partijen toch wel van, hé, wat gaat er nu gebeuren? Het is weer iets nieuws, het is weer iets anders. En dat is toch even wennen, ook in Tiel. Moeten we ook met z'n allen wennen dat we ook anders kunnen doen en dat het ook vernieuwing niet altijd slecht hoeft te zijn. Ja, jij was voorstander van ook bijvoorbeeld de raadsagenda, hè? Absoluut. Een beetje moderne kreet. Wat houdt dat nou precies in? Nou, de raadsagenda is gewoon dat het ook partijpolitiek overstijgt. Dat je hele belangrijke onderwerpen, thema's, gewoon raadsbreed kan behandelen. Dat iedereen, alle raadsleden, de raadsbreed zoveel mogelijk verantwoordelijk voelt. Om zo snel mogelijk ook thema's op gang te brengen. Maar wat maakt dat dan anders dan zoals het nu loopt? Het oude systeem is nog steeds altijd van coalitie en oppositie denken. En het is altijd tegen elkaar in. Maar dat is het systeem. Ik bedoel, dat is het systeem. Daar hebben de mensen ook voor gekozen. Hè? Je kiest ook voor een bepaalde partij. En je geeft die groep of die partij dan 4 jaar eigenlijk je mandaat. Dat is de partijdenken, dat is dat oude systeemdenken. Maar nu, anno 2018, weten we gewoon dat je veel meer moet samenwerken. En met samenwerken kom je veel verder dan dat je dus alleen maar het oude systeem denkt. Ben jij dan tegenstander van het huidige systeem zoals dat ingericht is? Nee, ik ben daar niet op tegen. Maar dat is een systeem dat weer functioneert wel. Maar naar ons oordeel functioneert dat te traag, te langzaam. De interactie met de inwoners is bijna niet zichtbaar. En wij zouden graag willen dat de inwoners veel interactief, veel directer invloed kan hebben op te nemen besluiten in de gemeenteraad. Marien, hoe zie jij dat? Dat zie ik ook zo, ja. Ik las ook laatst dat wij een van de weinige gemeentes zijn, dat er eigenlijk minder gemeentes zijn die nog de oppositie-coalitie ouderwetse systeem hebben. Dat er al heel veel gemeentes zijn in Nederland die wel een raadsbreed akkoord of een raadsbrede samenwerking of een akkoord met de burgers. Dus het kan op allerlei andere manieren. Waardoor je wel die interactie krijgt. Waardoor je ook meer vertrouwen krijgt van mensen, denk ik. En waardoor er uiteindelijk meer mensen naar de stembus gaan. Maar heeft het gebrek aan vertrouwen of vertrouwen in de politiek aan zich niks te maken met zaken die er in het verleden gebeurd zijn? Hè? Dus je stemt op een bepaalde partij omdat die voor een bepaald punt staat. En tijdens onderhandelingen wordt dat punt ingewisseld voor iets anders. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dat is, ja, ik ben natuurlijk helemaal nieuw. En ik heb een paar dingen geobserveerd nu ik er ben. En dat is een van de dingen die ik observeer. Er is veel argwaan en angst en gesloten deuren. En ja, mensen zijn niet gewend om samen te werken in vertrouwen. Dat valt me heel erg op. Wat is jouw achtergrond eigenlijk? Ik ben theatermaker en ik heb altijd sociale projecten gedaan. Dus bijvoorbeeld met jonge moeders in achterstandsbuurten theater gemaakt. Community art noem je dat. Mm-hmm. Of met brandweermannen een voorstelling over brandweerman zijn gemaakt. En daarnaast heb ik een biologische boerinopleiding gedaan, boeropleiding. Oké, ja. Vandaar ook jouw affectie met GroenLinks. Ja, dus het sociale en het groene komt nu samen eigenlijk in GroenLinks. Maar het hele energieverhaal, hoe sta je daar tegenover? Tiel heeft nog een paar slagen te maken, de regio trouwens ook, heel Nederland, de hele wereld. Ja. Dus daar zouden we best wel wat meer ambitie voor mogen tonen. Mm-hmm. En ook daar is die samenwerking weer heel belangrijk, want het is natuurlijk een ontzettend grote opgave die we met z'n allen moeten doen. Dus dat, samenwerking. Maar hoe zie jij dan bijvoorbeeld in het oude denken, hè, zoals wat jullie noemen, hoe dat in de toekomst gefinancierd moet gaan worden? Dat is toch bijna niet te doen? Het is niet een lastige, maar dat is meestal een drempel wat je voor neer wordt gelegd om bepaalde dingen wel of niet te gaan doen. Het gaat niet altijd om financiën. Het is gewoon anders denken, het is gewoon samenwerken. Het is regionaal. Je kan natuurlijk een ambitie hebben en als je als lokale gemeente die ambitie overstijgt, dan moet je gewoon regionaal gaan kijken en regionaal samen gaan werken. En het gaat niet altijd om geld, maar het gaat bepaald om locaties. Ga je zonnepanelen op een groene veld aanleggen of ga je samenwerken met bedrijven, industrieterreinen en met de provincie waar ontzettend veel stimulerings- en subsidiebijdragen zijn om eerst die grijze daken vol te gooien met zonnepanelen. Of dat je met de regio gaat kijken van nou, waar past wel een windenergie? En we weten ook dat er ontwikkelingen zijn op water,
waterkracht, watermolens. Er komt binnenkort een experiment bij de sluis. Om te kijken van dat de vissen, zonder dat de vissen beschadigd worden, dat er een molen komt, of een wind- of een watermolen, waar ook energie. Dus er zijn plenty van mogelijkheden, maar het ontbreekt aan de samenwerking. De angst om eens een keer open alles op tafel neer te leggen en zeggen van, we kunnen het samen veel beter dan veel anders gaan doen. Financiën, ja. Natuurlijk, is heel belangrijk, maar het zijn keuzes maken. Dus de grootste uitdaging is eigenlijk de verandering van de psyche. Dat is de grootste uitdaging, denk ik. Nou, als de mensen die nu kijken naar jouw psyche kunnen luisteren, hoe ziet die er dan uit? Wat bedoel je? Mijn psyche bedoel je? Ja, hoe mijn psyche eruit ziet? En dan politiek gerelateerd aan waar we het nu over hebben. Open, samenwerken, alles op tafel, alle mogelijkheden ontdekken. Partijoverstijgend een visie maken voor Tiel. Dat mis ik. En hoe gaat Maureen Klein dat veranderen? Ik heb al een aantal dingen gedaan. En een van de dingen is dat we de Global Goals hebben ingebracht aan de Partij van de Burgers tijdens het coalitiegesprek. En dat hebben ze heel positief ontvangen. Ja, wat viel dat in? Global Goals zijn 17 doelen die al door de VN zijn vastgesteld. Rutte heeft er ook zijn handtekening onder gezet op gemeentebeleid. Dus denk aan afval, denk aan duurzame energie, denk aan onderwijs. Hoe maken we Tiel toekomstbestendig op al die gebieden? Hoe zie je dat als je het over afval hebt? Hè? Dat is natuurlijk best wel een discussie op dit moment. Ja. Ook omdat die afvalstofheffingen weer op de helling gaan en op een andere manier geïnd gaan worden met een ander systeem. Hoe ziet GroenLinks dat hier in Tiel? Ik denk dat je verschillende mogelijkheden naast elkaar moet gaan uitwerken. Dus er moet... Ja, maar die mogelijkheden die zijn al uitgewerkt. En het plan wat er nu ligt, dat ligt er. Ja, het mag voor mij wel wat ambitieuzer. Er is nu onlangs een afvalverpakkingsvrije supermarkt geopend in Amsterdam. Dan pak je het echt bij de bron aan. Als je dat in Tiel is, als een pilot zou oppakken. Ja, maar de financiële dekking daarvan? Dan moet je gaan kijken hoe je dat kan doen. Nou, dat is maar tekort door de bocht. Het moet natuurlijk ten alle tijde betaald kunnen worden. Ja, dan moet je een groot plan maken. En ook al zou dat meer geld kosten dan wat het nu kost, dat moet gebeuren. Als we, ik denk kijken, dat het wat oplevert. Ja. Dat is het belangrijkste. Ja, maar goed, mensen zelf kijken naar hun eigen portemonnee en dat is ook logisch. Ja, ik denk dat je mensen heel goed kunt overtuigen als je een overkoepelende visie maakt voor heel Tiel, dat op sommige gebieden het een beetje pijn doet of een beetje meer kost. Als je een visie hebt voor de toekomst, dan kun je daar veel beter mee omgaan. Mensen die denken, waarom moeten we dit nu weer doen? Als je dat kan uitleggen in een lange lijn, dan heb je het niet meer over meningen. Die is tegen, die is voor. Nee, want wij willen dit. Dan gaat het over, wat is goed voor Tiel? We hebben deze visie voor Tiel, zo gaan we het doen. Ja, ik hoor jou een paar keer het woord visie gebruiken. Heeft het daaraan ontbroken tot nu toe? Bijvoorbeeld ook als het gaat om de Avri? Als je op meerdere terreinen kijkt, ontbreekt er meestal aan visie. En visie kan je maken als je informatie hebt, als je samenwerkt. Als je met elkaar weet van wat je motieven zijn, wat je doelen zijn, dan kan je ook een visie maken. En als je dat niet wil doen, dan kan je dus ook niet vooruitkijken. En we hebben ook gekeken ook naar het verleden van waarom is het hele afvalbeleid naar Avri gegaan? Hoe is dat gegaan? Waarom zijn er zoveel gemeenschappelijke regelingen tot stand gekomen? En hoe werkt dat? Nou, vertel eens, hoe zit dat dan? Nou, het is natuurlijk heel goed om die gemeenschappelijke regeling te hebben. Maar wij zouden het graag willen dat we dus ook controle hebben op van wat er gebeurt in de hele regio. Maar dat is er ook, alleen soms, je deelt het met z'n tienen. En soms heb en ik het blijft nu heel vaak dat Tiel zeg maar een relatief kleine stad, maar wel met grootstedelijke problemen. En dat absoluut zeg maar hele andere zaken een aanpak vereist dan plaats om ons heen. En dat is op zich ook logisch. Het is ook logisch. Je moet ook per locatie kijken van nou, wat doet de locatie, wat de capaciteiten zijn de locaties. Als je bijvoorbeeld al de discussie kijkt naar de afval, wat de Avri met een nieuwe beleid komt, met de tariefsverhoging. Ik denk dat dat ook in gezamenlijk overleg zou moeten gebeuren. En aanstaande 29 mei... Althans, daar is men nu mee bezig ook om dat in de raad af te tikken. Nou, dat is dus afzonderlijk in raad. Mijn voorstel zou zijn om dus
met de raden samen eens een keer bij elkaar te komen. En niet afzonderlijk iedere raad apart te gaan benaderen, maar dat we gewoon op belangrijke thema's, zoals de afval, gemeenschappelijke regeling, dat we ook gezamenlijk in overleg met de andere raden in één keer dit gaan doen. Nu merk ik dat Culemborg weer een andere standpunt gaat innemen. En Tiel moet dan het standpunt apart in gaan nemen. En het zou veel fijner zijn als we dus de gezamenlijk bij elkaar komen, dus de meerdere raden bij elkaar komen, om een toekomstvisie te maken. En dat kan op afval zijn, dat kan op duurzame energie zijn. En dat is wat wij bedoelen. Kortom, het systeem zoals het nu loopt met gezamenlijke regelingen, niet alleen de AVRI, maar ook andere, mag op de schop. Nou, we hebben in het verleden ook wel gezegd van wat is het democratisch gehalte van gemeenschappelijke regelingen. Het moet veel doorzichtiger zijn, het moet veel democratischer zijn. Het moet ook voor de gemeenteraadsleden inzichtelijk zijn wat er dus in die gemeenschappelijke regeling gebeurt. En ik heb persoonlijk de ervaring van dat heel veel mensen niet weten wat er in die gemeenschappelijke regeling gebeurt. Te ver van mijn bed, show. Soms is dat te veel van mijn bed, show. Misschien moeten wij dat veel meer informerend en interactief, ook samen met de andere raden, kijken van nou, hoe kunnen we het anders en beter gaan indelen. Het wil niet zeggen van dat het slecht is, maar we moeten daar veel meer democratisch inzicht en overzicht in krijgen. Want het is gemeenschapsgeld. We zetten daar gemeenschapsgeld op uit. Dan willen we daar ook gewoon effectief en efficiënt dienst voor terugkrijgen. En als mensen, inwoners, daar dupe van worden, dan is het geen goed manier hoe dat we dus met elkaar omgaan. Ernan, je bent teruggekomen in de Tielse politiek. Had je stilletjes gehoopt dat je mee kon doen in een nieuw college? Het gaat niet mijn persoonlijke ambitie. Ik ben echt teruggekomen om een bijdrage te kunnen leveren, al is het maar heel klein beetje, om in Tiel samenwerking op gang te brengen. En wij hebben ook voor de verkiezingen dit gezegd. Ook tijdens de coalitieonderhandelingen hebben we gezegd van probeer het zo breed mogelijk te doen. Probeer samen te werken. En we hadden echt de hoop, de eerste ronde met de coalitieonderhandelingen, dat we dus echt met elkaar open en openbaarheid gingen praten. En na de eerste ronde is het in één keer naar het oude systeem teruggegaan. Het gaat niet om van of wij in de coalitie of oppositie zitten. Het gaat gewoon van wat kan ik bijdragen aan de inwoners en aan Tiel. Dat is mijn ambitie. Goed, dat het tussen in die tweede ronde ondertussen zeg maar achter gesloten deur is gebeurd. Daar is natuurlijk wel wat voor te zeggen. Hè? Ik bedoel, het gaat om mensen en het gaat om geld. Of hoe had dat dan tuurlijk anders gemoeten? Wij hebben altijd gezegd, we hebben respect voor de individu, persoonlijke invulling. Als strategische dingen zijn voor Tiel, dat kan je natuurlijk niet altijd in het openbaar doen. Maar wij weten dat bijna 80% van de beleid, dat gaat over over Tiel, Tielenaren en over het beleid van Tiel. En dat had je best openbaar kunnen doen. Ja, hoe dan? We hebben middelen aangedragen, we hebben voorbeelden aangedragen en ook gezegd van nou, kijk eens naar andere steden waar ze het wel doen. Kijk naar Wageningen, kijk naar Zutphen. Het had natuurlijk veel interactiever met de partijen, maar ook met heel veel organisaties en inwoners kunnen gebeuren. Nou, maar Zutphen is mislukt en in Culemborg heeft men dat ook geprobeerd. Nou, Zutphen is het niet mislukt, dacht ik. Wageningen is gisteren of eergisteren de wethouders. Lara is als wethouder, dus het loopt perfect. In Culemborg is de hele raadsbreed agenda is helemaal gelukt. Iedereen is het met elkaar eens geworden. En op het laatste moment is door het invulling van de poppetjes weer. Ja. Want dat is het ook weer. Het gaat om de chemie tussen twee mensen. En hoe wil je samenwerken met elkaar? En dan moet je echt de ambitie loslaten. De individuele wensen of ambities. Of je nou wethouder wordt of niet. Dat moet je loslaten. Je moet met elkaar gewoon inzien van dat met samenwerken de juiste persoon, de juiste poppetje op de juiste plaats neer wordt gezet. En dat is nog wel eens, dat geeft wel eens fricties. En ja, ik vind, je moet echt, het gaat niet om van welke persoon, welke partij, maar de juiste persoon met de juiste kwaliteit op de juiste thema's. Dat is het belangrijkste en dat moeten we met elkaar eens een keer gaan leren, van dat we het ook samenwerken
ja, opengooien, die handel. Oftewel, jullie staan nog aan het begin, Maureen. En je bent hartstikke nieuw in die Tielse politiek. En je hebt al een beetje aangegeven wat je opgevallen is tot nu toe. Heb je er nog steeds zin in? Ja, zeker. Ja, waar, als je het nou inzichtelijk maakt, hè? Je komt als nieuweling in die raad. Je hebt al aangegeven, nou, dit is me opgevallen, vooral veel wantrouwen. Hoe denk je dat dan te kunnen doorbreken in zijn totaliteit? Ik denk door initiatief te blijven nemen, zoals de dwarszitter, zoals het theater inderdaad. We organiseren vrijdag 1 juni een denktank voor cultuur in Tiel. Dus daar nodigen we ook weer iedereen bij uit, kan ook van maar andere dat is partijen. Het toch al. Er is toch er is cultuur, maar hoe kan je nog meer samenwerken? Wat zijn de behoeftes? Hoe kunnen we met cultuurplatform Tiel of een culturele groep aansluiten bij de vragen ook van Tiel? Bijvoorbeeld de leegstand in de binnenstad zou je ook door middel van cultuur kunnen kijken. Wat kan je daarmee? Hoe kan je meer leven in de brouwerij brengen? Dus dat soort initiatieven, dat zal ik blijven doen. En sommigen komen moeilijk van de grond, anderen komen makkelijk van de grond. En op een gegeven moment krijg ik daar grip op. Tenminste, dat is mijn ervaring in mijn eigen werkveld. Tiel krijgt het moeilijk. Hè? Ja. Tekorten lopen alweer op, bijvoorbeeld in de sociale domein, jeugdzorg. Ja. Er zijn ambities, maar ja, uiteindelijk moet het wel gefinancierd gaan worden. Ja. En dat is wel van belang, dat daar het een en ander, dat je daar ook mee bezig bent. Hoe zie je dat? Ja, ik denk dat er gewoon kritisch moet gekeken worden naar de prioriteiten. Wat zijn de prioriteiten voor Tiel? Lijkt mij behouden wat je hebt en daar waar het kan nog uitbreiden. Ja, dat is jouw mening, ja. En hoe zie jij dat er nou? Het is keuzes maken. Je hebt het geld en dat kan je maar één keer uitgeven. En wij vinden dat we aan de stenen de afgelopen periode ontzettend veel hebben geïnvesteerd. Dat hoort er ook bij, dat moet je ook gewoon goed doen. Maar de menselijke zijde, het sociaal domein, duurzame energie, die ambities die zijn een beetje op de achtergrond getreden. En als je dat geld goed verdeelt, goed inzet, vooral op duurzame energie, kan dat ook geld opleveren. Het gemeentebeleid is natuurlijk altijd keuzes maken. En je moet natuurlijk kijken van hoe dat je de middelen zo in kan zetten dat je wel die thema's, die achterstanden wat we hebben, om dat zo snel mogelijk in te lopen. Dus de prioriteit nu meer aan het sociale en het duurzame in plaats van het investeren en aan veel meer stenen. Dat wil niet zeggen dat je bestaande afspraken en contracten wat je al hebt lopen, dat je die in één keer aan de kant gaat zetten. Dus zoals de ontwikkeling van de bouw van de Lingercollege, wat we ontzettend belangrijk vinden. Dat de kinderen daar in een locatie zitten of in een gebouw zitten wat gewoon met enkel glas, dat als het min 9 graden is, dat kinderen naar huis worden gestuurd. Ja. Dat heeft effect op het kwaliteit van het onderwijs. Dus dat soort dingen de prioriteit. En het is ook onderwijs een regionale functie. Anders krijg je dat kinderen dus naar andere steden gaan, zoals Geldermalsen en Culemborg, om een betere onderwijs te krijgen. Dat soort dingen moeten we wel in stand gaan houden en zo snel mogelijk ontwikkelen. Maar de prioriteit, het maken van keuze in geld, ja, dat moeten we met elkaar gaan prioriteren. Kort samengevat, als het aan GroenLinks Tiel ligt, dan is het een kwestie van meer samenwerken en het met elkaar doen. Mag ik het zo omschrijven? Ja, en werken naar een toekomstbestendig Tiel. Lange termijn. Kijk, wijze woorden. En samenwerken, maar ook open. En ook eerlijk, betrouwbaar, vertrouwen. Vertrouwen dat ook expertise is in Tiel. Dat vertrouwen dat er ook mensen met kwaliteit en mensen zijn die echt zich betrokken voelen bij Tiel. Probeer ze ook te betrekken bij je thema's en bij je beslissingen. Dus probeer zoveel mogelijk als het kan open te zijn. Want tenslotte praten we over gemeenschapsgeld, de geld van de mensen van Tiel. Ja. En zij mogen daar gewoon ook in mee bepalen. En dan mogen we daar een invloed in hebben. Nou, oftewel nog werk genoeg te doen, lijkt me in het. Vandaar dat wij ook zeggen van nou, wij denken niet in oppositie of coalitie. Waar we ook zijn, we zijn raadsleden en we hebben een functie. Dat hebben we ook gezegd, om zo'n goede bijdrage te willen leveren in Tiel. En ook in deze functie, of nou oppositie is, of coalitie, wij zullen ons blijven inzetten voor Tiel en de Tielenaren. En samen hebben we ontzettend veel plezier in, dus het maakt het nog steeds leuker. En als wij de Tielenaren erbij kunnen betrekken,
Door middel van de dwarszitter, door middel van de theater. Wij willen ook een voorstel brengen van de beeldvormende avonden. Die hebben we ook in Tiel. Om die anders te gaan inkleden, om zoveel mogelijk inwoners in de raad te gaan krijgen. Nou, gaan we jullie daar veel succes bij wensen in de toekomst. En ongetwijfeld gaan we elkaar nog treffen. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.